Misschien moet ik maar eens een schilderij uitzoeken. Ja, vind ik leuk een schilderij. Ja, het moet, het moet wel ook weer een beetje een zekere lichte treiterwaarde hebben, natuurlijk. Dat mag. He? Alles mag. Alles ja, kan. Want ik. Oh god, ik had natuurlijk iets willen zeggen over uh, de vermeer tentoonstelling. Want dat was enorm prominent in het nieuws. Nu. Ja. En volgens om gaat niet naar de Vermeertentoonstelling. toonstelling. Ik vind het hele idee van de blokbuster tentoonstelling, vind ik ronduit weerzinwekkend. Want dat betekent ook dat er met al die hele kwetsbare schilderijen enorm gesleept moet worden. He, ze zullen ook die verzekeringspremies alleen al lopen in de tientallen miljoenen. Elke serieuze museumbezoeker, elke serieuze liefhebber van schilderkunst, heeft het overgrote deel van die vermeers alles gezien. ...onder heel wat prettiger omstandigheden dan nu gaan heersen in dat Rijksmuseum... ...wat idioot vol zal zijn. Echt, echt. Dat was ook bij die laatste tentoonstelling, wat was het, de late Rembrandt. Verschrikkelijk was het. Verschrikkelijk gewoon. Wie wil daar nou heen? Niemand. Een museum moet rustig zijn. Een museum moet ook contemplatie mogelijk maken. Het moet niet zo zijn dat je moet schoppen en trekken en duwen en vloeken om überhaupt zo'n doekje aan de wand te kunnen benaderen. Je moet er rustig voor kunnen staan. Je moet terug kunnen lopen. Dus het, het, het is een, een abominatie, die blokbuster tentoonstelling. Alleen niet waar voor de, voor de status van zo'n museum. Het, het is, er zou onmiddellijk een eind moeten worden gemaakt aan dit soort van tentoonstellingen. Het is ook veel interessanter om die vermeers te zien hangen in een bredere collectie van 17e-eeuwse Nederlandse schilderkunst. In plaats dat je ineens vrijwel alle vermeers, niet waar bij elkaar ziet hangen. Waarbij ik er overigens op wijs dat dat volgens velen de belangrijkste van meer in Wenen hangt in het Kunsthistorisch Museum. Waar niet. je hem heerlijk rustig kunt bekijken. Er is vaak in dat gedeelde museum geen kip te zien. Niet waar? En die komt niet. Dus die ga ik nou lekker bekijken begin april als ik in Wenen ben. Wanneer start dit in, uh, in Rijksmuseum? Op korte termijn volgens mij. Oké. Okay. Ik vind ook het hele idee dat ik mij digitaal aan moet melden en dat er een een, een soort van gat is een digitaal gat waarin ik dan kan komen. Ik zeg, houd op met blockbusters. Een museum moet een rustige omgeving bieden. Om, het moet niet gaan om de status dat je zoiets kan organiseren. Het moet ook niet gaan om de status dat je daar naartoe kunt. Nee, dat is allemaal helemaal verkeerd. Het is, het is, het is strijdig met de essentie van het museumbezoek. Ook niet als je daarmee uh, een nou ja, kunst onder de aandacht van een heel groot publiek brengt. Nee. Je kunt dat naar al die musea waar die vermeers hangen, daar kan je zo naartoe. En daar is het heerlijk rustig, kan ik je verzekeren. Kunsthistorisch museum in Wenen, hè, dat, dat, dat alleen al, dat is... Ik, nou, nogmaals, ik, ik kan me grenzeloos irriteren. Hoeveel vermeers halen ze dan in heel. Uh, in nou, ja, ik geloof dat er in totaal nog 40 vermeers zijn of zo. Die moeten allemaal naar Amsterdam. Dit is, is driekwart. kwart. Drie kwart. Dus er zijn al een aantal musea die niet mee wilden werken. Onder andere Wenen dus niet. En daar hangt dus, dat is dat de schilder ja. die je op de rug ziet en die dat meisje schildert. Niet waar? Eh, hartstikke, hartstikke mooi ding. Ja, ik heb het daar vaak zien hangen. Ja. Ja. Ze hebben daar bovendien een aantal uh, uh, van die portretten van Rembrandt uit zijn latere jaren. Nooit een kip te zien daar.